Hallo allemaal. Welkom bij Crystal Beauty & More. Mijn naam is Jennifer. Mijn naam is Crystal. En welkom bij een nieuwe adventskalender unboxing van Zalando. We gaan even de tafel iets meer naar ons zetten. Deze mag even weg. We moesten even de batterij veranderen. Dus, we hebben gelijk de setting even veranderd. Anders moesten we zo moeilijk doen. We hebben namelijk een adventskalender van Zalando. Oh, en dit is het eerste jaar dat we hem hebben. Ja. Ja. Dus vorig jaar was die volgens mij al uitverkocht. Maar ik weet het niet zeker meer. Nee, ik weet het ook niet meer. Hebben we het er volgens mij niet eens over gehad? Nee, ik weet het ook eigenlijk niet meer. Nee. Nou ja, nu dacht ik van hey, leuk, even een nieuwe adventskalender erbij. Dus ben jij benieuwd wat hierin zit? Geef dan natuurlijk die dikke duimen omhoog. Vergeet niet te abonneren. En vergeet belletje niet aan te klikken, dan mis je geen video van ons. En wil je ons helpen? Deel de video dan. Nou, dan gaan we beginnen. Ja, spannend. Oh, deze is wel heel leuk. Qua met doosjes. Pakjes, doosjes. Oh, doosje nummer 1. Nou, gaat u maar. Zo. Oeh, spannend. Wat zit erin? Tango List Self Tan Drops Medium Face and Body Drops 30 ml. Ik durf dat toch nooit echt, hè, die Face Tan Drops. Nee, maar we kunnen het wel een keer proberen voor een video. Als je het leuk vindt, laat het even weten. Nou, ik ben wel benieuwd. Ja. Ken je het merk? Tanalogist? Nee. Nee, en hoeveel zat er nou in? 30 ml. Christos doof. Vakje nummer 2. Ik zie hem al. Oh ja. Zo, hij zit stevig in zijn verpakking. Misschien even eerst die eruit halen. Ja, dus. Ah, dit ken ik wel. Dat is van Babor. Dit zijn van die ampullen. En wat doet het dan? Dit is... Oh, even kijken. Perfecte glow. Oh ja, perfecte glow. Tired Dull Skin. Ja, we gaan weer helemaal... Radiance Flawless. Nou, kijk eens aan. We gaan weer helemaal... Zal ik eens even kijken of we er... Dit kan zien. Oh ja, ja. Oh, en dat is wel fijn. Er zit ook zo'n... Pilbrekertje bij. Ja. Dus dan hoef je niet bang te zijn dat je glas in je vingers krijgt. Oh ja. En er zitten er 2, 4, 6, 7. Dus voor een hele week neem ik aan. Denk ik zo. Nou, leuk. Per ampul zit er 2 milliliter in. Doen we die er even uit. Oh, ik vind ze wel heel leuk, die doosjes. Ja, zeker weten. Dit kan je dus ook namelijk weer heel makkelijk hergebruiken. Ja, voor make-upies. Ja, nummertje 3. Dan gaat de 4 natuurlijk vallen. Ja. 14. 14. Kiko Milan Smart Fusion Lip Pencil. Nummertje 34. Nou, maak maar open. Luisteren. ASMR. Ja, die wordt nog een keer gek van me. Ja, snel een keer zo'n video gaan opnemen. Want kan nee joh, dit is alleen leuk zo tussendoor. Zo. Ploep. Ploep, 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 ploep. Oh, mooie kleur. Een mooie... Oh ja. Hoe noem je dat? Die daar. Beetje, ja, dat. Zing jij het is? Zo. Jemig, beetje een bruinige... Nee, maar ik bedoel de makkelijk opbrengbaar. Dat. Shit, kap hoor. Nummertje 4. Meisjes van plezier. Hé, hey, dat is een nieuwe. Hij moet er nog een keer wat verzinnen, hè? Hé, hey, volgens mij hebben we dit ook in een andere gehad. Dit is een Leave-In Conditioner. Kwai? Was, ja, hadden we dat bij een andere? Ja, volgens mij wel, ja. Ik weet het niet meer. In ieder geval wel dat merk. Altijd zo lastig te zien dit. Ja, met wit. Irritant, ja, is dat, hè? Ja, heel vervelend. 25 ml. Sinds ik Leave-In Conditioner gebruik voor mijn haar. Mijn haar is veel beter geworden. Ja. Dus echt een aanrader. Ik weet niet of deze goed is. Maar ik gebruik hem van Moroccan Oil. Ik wil niks anders meer. Mijn haar voelt zo chill aan. Oh, ja, nu zit er heel veel haarlak in, hoor. Maar... Kilootje of 10. Ongeveer. Welke nummertje 5.
Voor lekker weg. MAC. Oeh. Eyeshadow. Er zit 1,5 gram in. Omega Mat. MAC Cosmetics. Back to MAC. Staat er. Oh, kijk eens. Oh, hij is al helemaal... Net of hij al gebruikt is. Nou, hij is al helemaal geshaked en gebaked. Nou, hij is niet gebruikt, maar... Ja, een beetje een nude kleurtje. Een nude. Misschien dat je het zo het beste kan zien. Ja, een beetje bruinig. Laat hem even zien. Ja, maar ik ging hem even dicht doen. Nee, je moet hem even open doen. Oh ja, ja, ik vind het wel een mooie transitiekleur, als ik heel eerlijk ja, ben. Ja, nee, dat wel. Nummer SAS. Even kijken. ISO. Maar het is wel een heel groot doosje voor zo'n klein dingetje. Nuxe. Volgens mij hebben we dat merk al vaker gehad. Kijken. Ja. En dit is een... Zo. Mervy Lance Lift. Een glow. Dit is een crème... Ja. En, oh, hier. Een Affirming Residence Creme Wrinkle Corrector. Oh, dus daar gaan de rimpels weer weg. Zie je? Daar gaan 15 we ml. Ja, jullie moeten gewoon altijd adventkalenders gaan kopen. Want dan kom je gewoon weer helemaal jeugdig, jeugdig terug. Echt, hè? Andere kant, Chris. We willen wel goed drinken, hè? Hoppa! Nummertje 7. Bobbi Brown. Oh. Luxe Eyeshadow. Witch Sparkling. Oh jammer, ik hoopte eigenlijk op een highlighter. Moonstone. Ben benieuwd. Je bent ook nooit tevreden. Allemaal een mooie ja, doosje. Ja, ik vind Bobbi Brown is echt altijd mooi. Mooie doosjes ook. Ja, ik ken het wel bij naam, maar ja. Ik... Zo. Oh, wauw. Oh, die kan je zelfs als highlighter gebruiken. Even dichterbij, schat. En dan is dit het resultaat. Oh, ja, heel dit mooi. Zou ik eerder als highlighter gebruiken. Oh, hij is wel echt heel mooi. Kijk eens. Ja, die zou, ja. Oh, deze vind ik wel heel mooi. Zo, kijk eens. Sparkling. Deze ga ik gebruiken met kerst. Niks van in. Ja, we wilden dit jaar ook weer een kerstlook doen, maar het kwam er gewoon niet van. Dus die houden jullie te goed. Ja, dan wordt het een nieuwjaarslook. Ja. Nummertje 8. Houd de wacht. Oeh. Grote. En Hello Sunday, een SPF. Een Sunday, gaan we een lekker ijsje eten. Lekker Sunday ijsje bij de McDonald's. The one for your eyes. Oh. Mineral Eye Cream, maar dan met SPF. Oh, oh dat is wel beter. Voor ja. In de zomer. Dit kon ik nog niet. Nee. Nou ja, ik hoop dat die te zien is zo. Kijk aan de voorkant. Ik merk zeg maar niet. Nee, we krijgen 15 ml. Oh, dus nou, dat is toch wat te doen. En als een oogcreme is het best wel veel inderdaad. Nummertje 9. Oh, ik vind dit wel echt heel fijn zo, ja. Die vakjes zo eruit. Lumine. Nordic Hydro Aqua Serum. Ja, die naam zegt me wel wat. 8 ml. Er zit ook een spa. Oh ja. Ruikt ja, het zo. Ja, het ruikt. Maar ruikt heel verfijnd. Oh, een serum. Ja, ja. Het ruikt heel verfijnd. Een hydraterend serum. Ah, het is klein maar fijn. Er zit 8 ml in. Nou ja, dat zal best wel een prijzig dingetje zijn, denk ik. Ik denk het ook wel. Nummertje 10. 10. Wie niet weg is, is gezien. Oh ja, begon. Ik heb een hele... Oh, ho, 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 ho. Oh, jou, ook toevallig jouw dingen. Ik snap nou inderdaad met dat lekker als je zo ziet. Dit is The Rituals of Karma. En dit is een body scrub. Want als je hem nu mag eens even... Even kijken hoor. Hier staat het, hoeveel erin zit. Nee? Jawel, ik zag het staan. Oh, hier zo. 125 gram. Kijk, wat het probleem is met deze dingetjes is... En het is op zich niet erg als je hem al gebruikt. Maar als je hem niet gebruikt,
dit gaat heel snel loslaten, die rand. En dat was dus met mijn dingen gebeurd. Nou, is, deze is nog vrij goed dicht. En ik had zo'n doos gekocht. Ik had van mijn ouders natuurlijk toch zo'n cadeaubon gekregen. Ja. En dan zit hij er zo in. En dan was hij gaan lekken al. En toen was hij gaan lekken. Dus heel die doos was helemaal. Nou ja, ik kan hem niet meer gebruiken, want er zit geen vloeistof meer in. Oh, dat is zonde. Ja, dan kan je er wel water bij doen, maar dan heeft het niet meer... Heb je niet gemild? Nee, dat moet ik nog doen, want ik heb ook een deodorant. Oh, die doet het nu ook niet meer. Nou, rituals. Ja, zo zonde. Nummer 11. Biotherm. Aqua Source Hylum Plump Gel. Oh, Plump it up. Ja, moisturizing gel. Maar Biotherm zegt me wel wat. Ja, Biotherm is heel, ja. heel 20 ml. Dus geplumpt, plumpt je gezicht op. Hoef je geen facelift meer. Nee, dit is wel een vrij bekend merk. Hoeveel wel? 20 ml. Ik zal je daar slaan. Nummertje 12. Ik ook voor jou. Opa. Wat is dit? Zo, er staan heel veel hele beschrijvingen achterop. Greek yogurt staat erop. Dit is een nursing probiotic gel cream. Maar wat doet het? Jellen. Replemishes bounce. Oh, dat je weer kracht in van je lichaam weer terug. Nou jongens, het zegt me echt helemaal niks. Maar, en hij is lekker wit, dus dat zie je ook niet. Kijk er daarvoor. 20 ml. Wat een rare verpakking. Ik ken het ook helemaal niet, als ik heel eerlijk ben. Nee, maar het is ook geen Nederlands merk. Een Greek yoghurt. We gaan Griekse yoghurt eten. Nee, dat smeer je tegenwoordig gewoon op je gezicht, zie ik. Nummer 13. Zo, die is zwaar, man. Ja. Beauty of Yuzung. Relief, Sunrise and Probiotic. SPF 50 plus PA plus 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 plus. Ken je het merk? Nee. Nee, ik ook niet. Nou, het is ook lekker te dat zien. Dat is echt lastig te zien altijd, die witte verpakking. Oh nee, dat zegt me echt helemaal niks. Nee, toch? Nou, mij ook niet. Beauty of Jonas. Nee. Maar het is in ieder geval Relief Sun. Dus het zal wel... After Sun zijn. After Sun zijn, denk ik, ja. After the Sun. Nummertje 14. Oeh, Kiko. Kiko is ook... Kiko Milano. Ik denk een lipstick. Een lipstick. Dit is nummer 509. Een Jelly Stylo. Zo. Oh, die verpakking is wel cool. Zit niks in, weet je. Nou, nee, dat is wel heel erg... Gewoon trekken. Zo. Trek en kring. Oeh, mooi kleurtje. Oeh, oh, maar niet... Oh. Oh, het is een beetje een substantie van een lip gloss balm-achtige lipstick. Hey. We hebben jullie het nu begrepen. Hey. Lip balm, lipstick, achtige. Verzorgende. Dat je het even weet. Nummertje 15. Je moest daar toch even spieken, hè? Ja. Revolution. Make-up Revolution London. Brow Soapy Plus Care. Oh. With added jojoba. Jojoba. Castor olie to help nourishing and protect brow. Rehab. Rehab. Die moet in rehab hoor, jongens. Echt wel. Oh, oh. Wat zei je? Hé, wat? Wel een mooi doosje. Oh ja, zal ik een doosje ook op plaatsen? Oh, zo'n velvet. Oh ja, oh nice. Roze. Roze, echt kristalkleur. Zo, ja. Dus om niet te gebruiken. Waarom ga je. Oh, het is echt die soap. Ja, die soapbrow. Nou ja, die gaan we in het nieuwe jaar gaan we die eventjes uitproberen. Hallo. Blijf zitten zoals die hoort te Hoeveel zitten. Hoeveel zit erin? Dat ga ik lekker niet vertellen aan jou. 5 gram.
Nou ja, dat is toch wel netjes. 5 gram rehab. Nummer 16. 15 gram rehab. Nee, 5 gram rehab. Dus er zit eigenlijk... 5 gram. We hebben een suite. Niet een swot, een swut, een zwet. We hebben een suite. En mascara. Oh, ik denk al, wat is het dan? Ja, ik ken het merk wel. Zo, hoor eens. Nee, nu doet hij het niet meer. Dit is het borsteltje. Nou ja, die zullen we met een vloeibare video... Vloeibare video. Ja, ik heb een vloeibare video nog. Ik doe haar na, net zoals de vorige keer. Bij een met foundation, vloeibare foundation video zullen we deze wel gaan gebruiken. Jezus. Gaat lekker vandaag met ons, jongens. Zit ze net tegen mij aan de zon. Ja, jongens. Gaat lekker. Nummer 17. Nummer 17. Bioma. Ja, die ken ik wel. Ja. Die hebben we ook in... En die met die parfum? Volgens mij wel. Hadden we een roze variant. Oh, dat kan. Ja. Brightening Serum. Met triceramide complex, niacinamide en hyaluronzuur acid. Ja, nou ben ik het helemaal snel zeggen. Er zit 30 ml in. 30 ml? Ren. Ja, dan moet weer ruiken natuurlijk, hè. Ruikt het? Nee, niet echt. Of ik ben geurloos vandaag, dat kan ook. Nee, ruikt niet echt. Nee, hè? Ik vind die kleur, want die roze kleur was ook zo leuk. Ja. Volgens mij was dit ook recyclebaar. Dat was met die roze toen ook. Ja, vast wel. Oké, nummertje 18. Leeg. Ja. Wat is dit nou weer? Het ziet er zwart uit. Pai? Hallo Pai. Carbon Star. Dit is een facial oil. Overnight facial oil. Oké. Okay. Ga je zwart naar bed? Nee, detoxifying. Dus ja, ik snap het wel misschien. Maar of ik dit nou heel erg leuk op mijn gezicht wil gaan smeren, dat is een ander verhaal. Moet je geen witte kissoes hebben dan? Ik wil ruiken. 10 ml. Hier. Is het ook echt zwart? Ja. Oh, eeuw, het is gewoon zwart. Doe eens een beetje. Nee, niet te veel. Het is één druppie. Oh, maar het veegt niet. Oh, nee. Ja, maar je hebt wel een beetje zo'n, ja, zo'n grijzige waas. Of je vies bent. Nee, maar het ruikt niet. Vieze Rick. Vieze Rick. eBay doekje. Ja, dit wordt het eBay doekje. Kijk, ik heb gelijk even de rest weg. Waar waren we? Wacht, nummer 19. Blijf van mijn doosje af. 19! Mijn doosje. Afschuiten. Nee, we gaan. Wat is dat? Augustus Bader. The Rich Cream with TVC8. TVC8. Hydrating Rich. Jezus, 15 ml. Wat doet het dan? Nou, het is gewoon een crème. Kijken. Ja, hydrating. Ja. Ik denk dat het gewoon een hydraterende crème is. Maar is het blauw? Ik ben, ga maar doen. Sorry, ik ben nieuwsgierig. Nee, het is gewoon wit nog hier. Gaat die ruiken? Ja, dan moet je die even smeren. Ja, ik weet het niet. Ik ruik nu alles door elkaar, geloof ik. Maar het is wel een beetje zo'n dikke crème. Nee, ruikt niet. Nee, hè? Nee. Beetje... Hoeveel zit erin? Hebben jullie een hondbokknuffel? 15 ml. Ik ga honderden keer aan hondbokknuppel nog wel. Nummer 20. Hier, schelen. Het is zo dankje. Serieus, jongens. Dat doe je toch in zo'n doosje? Oh, god. Kanonnen, wat is het? Wat is dat nou weer voor een merk? M-I-A-N, geen idee, 900, de 24 hour pen eyeliner. Oh, dit is zo'n veldtip.
Dat gaat in de veldtip. Ik ken het merk totaal niet. Nou, nee, maar kijk dan, dit droogt ook echt heel snel uit, want daar gaat ze wat niet eens dicht. Het is jouw schuld. Ik ken het merk niet. Ik ook niet. Gaat hij in het hele grote doosje weer terug? Nou, nummertje 1. 21. Zo, die is zwaar. Nee. Oh. Oh, ja, daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Coco Avi Glow Vigor Wipe Body Cream. Hè, is het niet voor je haar? Nee. Whipped Body Cream. Tropical Mango Scent. 212 ml. Maar dit is dat merk wat ik bedoel, want hier heb je ook... Nee, wacht even, hij is niet goed in beeld. Hier heb je volgens mij ook voor je haarspul van. Glow Vigor. Ik wil wel gewoon ruiken, jammer. Je gaat maar lekker ruiken. Ook al zit hij dicht. Oh. Oh. Zo. Zo. Oh. Oh, kijk uit. Weet je het zeker? Nee. Het is wel zo'n, hoe noem je dat? Oh, die ruikt wel heel lekker. Hoe noem je dat? Zo'n, Oeh, hij ruikt echt lekker. Huh? Ja, hij ruikt echt heel lekker. Christel denkt snel dat ik ken de lange dan vandaag. We hebben daar hier een food fight, maar dan met crème. Echt wel. Oh, die is wel lekker. Wat voor bessen zat er nou in? Tropical mango scent. Oh, hè? Ik ruik meer besachtig wat er dus niet in zit. Nee, maar dit zijn... Hij ruikt echt lekker, man. Ja, hij ruikt echt lekker. Ja, het is een hele goeie deze. Nummer, je kijkt dan, je zegt tegen mij schelen. Ik dacht, waarom gaat hij er nou zo makkelijk in? Oh, oh, nummertje 22. Nou, ook een kopje koffie zit erin. Oh, even kijken hoor. Face Scrub Citrus Blend. En nou weet ik die, ik denk dat Natural Vegan... is hun merk, denk ik? Nee, upcycle, dat is recyclable. Nee, is hier, Natural Vegan. Oh, ja, oh, zo ja. Wat is nou het merk? Ja. Geen idee. Wat is nou de naam? Nou, Gentle Exfoliate Dry. Oh, ja. Ja, het is dry or. Hallo. Gentle Exfoliate Dry or Dehydrated Skin. Oh, zeg goed van mij, man. Ja, dat zeggen. Mevrouw. Ja. Maar hij ruikt echt lekker. Ja, hier, zo, maar als je hier je parfum nog op zou spuiten, dan blijft hij hier lang hangen, denk ik. Hij ruikt lekker, maar ik moet er wel van hoesten, nee hoor. Even kijken, hoeveel zit erin? 30 ml. Wat hebben tegenwoordig die dingen zo'n rare kleur? Ja, vinden ze leuk. Een poepkleur. Nou, nou weet ik niet wat er binnenin zit. Citrus. Oh, eeuw. Oh. 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 Oh, ga lekker. Eeuw. Dan ruikt een beetje aan koffie. Ja, ik vind het lekker ruiken. Koffie? Het is citrus. Ja. Hoe ruik jij hier nou weer koffie in? Oh, er zit misschien ook koffie in. Dat denk ik wel. Beef Uncycled Coffee Grounds. Ja. Oh. Kijk dan, Hex. Oh, lijkt wel. Kijk jongens. Kijk. Eeuw. Wat deed je het nou? Zeg wel wat tegen mij, hè. If it exfoliates, draait tot dehydrated skin. Vandaar dat het kopje koffie erop staat, hè. With coffee nou, maar ik vind plus rosehip oil. Ja, ik ben benieuwd. Willen jullie een skincare video? Gaan we die proberen. Lekker koffie. Net al over de Starbucks had ze het. Nou, ja, weer. Ik moet gewoon koffie drinken. Zeggen. 23. Oh, zo. Gele. Gele kakkertje. Madara. Madara? Time Miracle. Refresh and Sleep Peel. Overnight Serum. In the Recyclable Tube. En er zit in 15 ml. Oh, zo. Maar wat is het nou dan? Een overnight serum. Voor, maar er staat voor peel. Je reface, sleep en peel. Ja, nou, dat zal je moet het waarschijnlijk 's ochtends eraf pulken. Oké. Okay. Maar vind je heel benieuwd. Je zou dit meer in een oog, voor je ogen serum
Ja, maar dat is het niet. Lekker kort, goed verhaal. Nummer 24. Kijk tegelijk, we zitten spieken. Oh, heel leuk. Ja, Pixie. Hello Kitty. Ja, love this. Toch is toch Hello Kitty? Dit is een glow tonic. Glowende tonic. Nee, dit is 5% glycose acid exfoliate toner. Nou, kijk eens aan. Plus Hello Kitty. Hoeveel zit erin? 100 er wel. Dikkie. Oh, een aparte kleur. Ja. Ik wil toch even ruiken, sorry. Vrouw ruik. Ja. Sorry. Oh. Oh, dat is nieuw, maar wel slim. Oh. Kijk, oh, er zit zo'n extra dopje nog op. Dat... Zo. Goed verhaal, lekker kort. Zo'n beschermdopje op. Oh, dat moeten ze met veel meer dingen doen, joh. Ik ruik niks, maar dat kan ook aan mij liggen, want ik ruik nu 100 dingen door elkaar, maar... Oh, ja hoor. Nee. Nee, hè? Nee. Mocht er nou bijvoorbeeld in je koffer kapot gaan, dan heb je altijd nog dit dat is top. Dat ja, maar top. Dit moeten ze bij elke, ook bij shampoos en zo. Ja. Hai. Hé, hey, dat is grappig. Dat is toppie. Ja, is jouw ding. Ja, mag ik hem terugzetten? Ja. Nou. Hé, hey, maar dat is wel handig, man. Ja. Nou. Echt. In plaats van ze hem er nou ik doe, uit. Ik doe hem even erin, denk ik. Nee, way. Huppakee. Doe je vingers eraf. Ze is kring vandaag op vandaag. Wat vinden we ervan overal? Ja, ik vind hem heel leuk. Ja, ja, alleen heel veel onbekende merken vind ik wel. Ja, maar is toch wel weer eens een keer leuk om dat soort dingen te ontdekken. Oké, heb je gelijk in. Ja, overal vind ik hem wel leuk, maar dit is braille. Voel je dit? Nou, ik denk niet dat de blinden dat kan lezen. Slimme doos. Wat vonden jullie ervan? Of hebben jullie hem al thuis staan? Hebben jullie al vakje tot, wat is het vandaag? 10, hè? Tot vakje 10 opengemaakt. Nou weet je de rest ook gelijk dan. Oh. Echt hè? Dit wordt er een vandaag. Dus ja, laat even weten wat zij zei. Nou, vond je de video leuk? Geef dan natuurlijk die dikke duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En vergeet niet het belletje aan te klikken, dan mis je nooit geen video van ons. En volg mij natuurlijk even op alle social media kanalen, staat hier in beeld. En mij op Instagram staat hier beneden in de beschrijving. En klik nog even op die video hierboven. Ja. Die ene onder of boven, kijk even. Kijk maar welke je wil kijken. Tot de volgende. Tot de volgende video. Doei!